We hebben ervoor gekozen met de makelaar om mee te doen aan de Open Huizendag. Omdat we dachten, joh, dat is gewoon leuk. Mensen kunnen zelf binnenstappen, kunnen even mij als eigenaar ontmoeten. Kunnen alle vragen stellen, omdat ik tenslotte het meest van de woning weet. We wonen samen in Utrecht, in het centrum. En we zijn op zoek naar een koophuis. We hebben 9 huizen bezocht. Zo, dat is gezellig. Dankjewel. Hallo. We zitten nu op 25. 25 stellen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus, mensen vragen ook van, is het dan gek dat mensen in je woning komen? Dat vind ik niet. Ik bedoel, het staat te koop, dus dat is logisch. Maar het is wel, ik vind het ook wel spannend. 2009, toen we dit kochten, was dit de overloop. Waar wij nu douchen, daar kwam de trap omhoog. Dat was echt een hele steile, smalle trap. Dat persoonlijke, dat kan een maker natuurlijk niet vertellen. Deze is lekker laagdrempelig, je kan veel woningen in één keer bekijken, vergelijken en sfeerproeven van wat je nou eigenlijk leuk vindt. En snel ook een keuze maken, omdat je gewoon veel woningen in een korte tijd ziet in één keer. Wij hebben natuurlijk meegeholpen om al die woningen nog net voor het open huis op de markt te krijgen. Dus veel mensen die vroeg in het voorjaar ineens denken van nou, nu wordt het een goede tijd. Wij volgen er weer op, dus er zijn al een paar telefoontjes geweest, de eerste biedingen zijn al binnen. Dus dat is weer een succesvolle dag. We hebben rondgekeken op de Funda-website. En toen gekeken ook welke huizen er meededen met de Open Huizendag. Dit is de vierde. En we hebben nog een lijst van 4 andere. Nou, eigenlijk heeft mijn man de route uitgezet. Ja. Ja, we hebben zelfs een boekje gemaakt. Ja, een soort schatkaart. Ja. Het is natuurlijk leuk om te zien hoe mensen in hun eigen huis zijn. Als je normaal bezichtigt, dan zijn ze er niet. En het geeft een beetje het gevoel hoe zij in het huis geleefd hebben. Wat het met hen doet. Dus in die zin, wat mij betreft, een heel positieve ervaring. Ja, en zijn ze echt enthousiast? Nou, dan is het aan de makelaar om mensen nog een keer rond te leiden en de ins en outs van het verkoopproces te vertellen. Ja, en dan moet de deal gesloten worden.